Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Deze week kijken we naar werkzaamheden aan het fietspad op de Maasboulevard, aan de tramsporen op de Wilhelminakade, op de A15 bij knooppunt Ridderkerk Noord en op de A29 bij knooppunt Vaanplein. Op de Maasboulevard wordt het fietspad richting Kralingen ter hoogte van de Willemsbrug vernieuwd. Tot en met vrijdag 17 juni is het fietspad dicht en op de Maasboulevard zijn dan ter hoogte van de Willemsbrug minder rijstroken beschikbaar richting Kralingen. De afsluitingen zijn op doordeweekse dagen van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Fietsers worden over de rijbaan geleid. Er zijn geen omleidingen, maar het kan wel drukker zijn dan gebruikelijk. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/Maasboulevard. Op de Wilhelminakade wordt komende week gewerkt aan de tramsporen. Hierdoor zijn op het Wilhelminaplein van zondag 1 tot en met vrijdag 6 mei verschillende afsluitingen, tussen 12 en 6 uur 's nachts. Richting de Kop van Zuid rij je om via de Postumalaan. Vanuit Rotterdam-Zuid richting het centrum rij je om via de Laan op Zuid en vanaf de Kop van Zuid richting centrum rij je om via de Willemsbrug. Op rotterdamonderweg.nl/Wilhelminakade vind je alle informatie. Op de A15 wordt in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 mei bij knooppunt Ridderkerk Noord aan de bomen gewerkt. Vanuit Gorinchem zijn de verbindingswegen op de A15 naar de parallelbaan A15 Ring Zuid en de A38 dicht. Tussen 10 uur 's avonds en 2 uur 's nachts. Richting Barendrecht en Rotterdam-Zuid rij je om via de hoofdrijbaan van de A15 en af en toe rit 19 Sjaarloos. Richting Ridderkerk rij je via de A15 en afrit 21 Hendrik Ido Ambacht. Ga naar rotterdamonderweg.nl/A15 voor meer informatie. De A29 is komend weekend vanuit Bergen op Zoom dicht bij knooppunt Vaanplein richting Zuidplein. De verbindingsweg van de A29 vanuit Bergen op Zoom naar de A15 richting Ridderkerk is ook dicht. Net als de verbindingsweg vanaf de A15 vanuit Europoort naar Zuidplein. Omrijden kan via de A4 en A20 richting Rotterdam-Noord en Oost. Naar Rotterdam-Zuid en Centrum rij je om via afrit 19 Sjaarloos. Vanuit Barendrecht rij je bij toerit 20 IJsselmonde de A15 op. De afsluiting begint zaterdag 7 mei om 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 9 mei 5 uur 's ochtends. Voor meer informatie ga je naar rotterdamonderweg.nl/A29. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.